Esron gaat zich de komende jaren meer op maatschappelijk relevante thema's richten, zoals het klimaat en luchtvervuiling. We kijken eigenlijk omlaag naar de aarde, dus we doen aan onderzoek van de aardatmosfeer en klimaat. En we kijken omhoog de ruimte in en dan doen we onderzoek naar de oorsprong van het heelal, de oorsprong van sterren zoals de zon en van planeten. Het instituut onderzoekt al sinds de jaren 60 het heelal. Dankzij de instrumenten van Esron zijn we veel meer te weten gekomen over de ruimte. Natuurlijk levert dat weer niet alleen antwoorden op vragen, maar ook weer nieuwe vragen op. Nou, dan hebben we weer nieuwe instrumenten nodig om die vragen weer te beantwoorden. En daar gaan onze technici dan weer aan de slag om die nieuwe instrumenten te maken. En die instrumenten maken ze in het laboratorium. Daar moet iedereen stofvrije kleding dragen. En voordat je naar binnen gaat door een luchtsluis. Er mag namelijk geen vuil bij de elektronica komen. Door de jaren heen zijn de onderdelen die de ruimte ingaan alleen maar complexer en kleiner geworden. En het moet absoluut zeker werken, want je kunt er niet meer naartoe om het nog even te repareren. De instrumenten die de ruimte ingaan worden dan ook onder extreme omstandigheden gemaakt, om zo de hoogste kwaliteit te garanderen. Het licht is hier ook speciaal aangepast om te zorgen dat dat productieproces niet in de war raakt door bijvoorbeeld straling die op die sensoren al valt. Het gebouw dat al uit de jaren 60 stamt is ernstig verouderd voor de moderne ruimtevaart. Esron wil dan ook verhuizen, maar blijft niet in Utrecht. Mede om de opleiding sterrenkunde die 2 jaar geleden is opgeheven. Sterrenkunde is een heel belangrijke onderzoekspartner van ons. En we willen eigenlijk zoeken we naar een plek waar we zowel aansluiting hebben op het gebied van de sterrenkunde als op het gebied van het klimaat- en aardatmosfeeronderzoek. En dat vinden we dus nu minder hier in Utrecht, maar wel heel duidelijk in Amsterdam.